De Google Assistent komt binnenkort naar Nederland en daar blijk jij wat vragen over te hebben. Welkom bij Vragen Google, waar we iedere dinsdag jouw vraag beantwoorden. En jullie hadden een hele hoop vragen over de Google Assistent die naar Nederland komt. Iets meer dan een week geleden, twee weken geleden ongeveer, hebben we het aangekondigd. En we gaan dus even een aantal van die vragen beantwoorden. We staan ook echt heel toevallig in een soort reclamebord hier. Hè? Het is echt super subtiel verder. Oh ja, ik ben ook verkouden. Het is echt heel vervelend. Ik heb nog wel een Google Assistant move voor jou, Rachid. Wil je dat gaan doen? Ja, bedankt. Oké. Wat een dedication, hè? Oh, bedankt, hè? Zullen we naar de vraag? Ja. Oké. Dank je. Dat is mijn assistent. Oké, een hoop vragen. Aaron bijvoorbeeld. Die schrijft onder video, eindelijk. Ja, ben ik het wel mee eens. Stijn de Haan schrijft, super tof. Ja, vind ik ook. Piro Kalfje maakt zich een beetje zorgen. Die zegt, leuk, heb net een iPhone gekocht. Nou, geen zorgen, Kalfje. Want de Google Assistent is ook beschikbaar op je iPhone. Als je de Assistent-app downloadt. Tegen de tijd dat die dus beschikbaar is in Nederland. Hier ga ik Rachid dus even onderbreken. Want er was ook een vraag binnen over YouTube. En dat was een vraag van Tijmen Saris. En die wil weten hoeveel data aan video staat er nou op YouTube. En dat is echt ongelooflijk veel. Dat komt per minuut komt er 400 uur aan een video binnen. Dus per minuut 400 uur. Dat is een hele hoop. En per dag wordt er 1 miljard uur aan video bekeken. Dus om dat in perspectief te plaatsen, als jij nou 1 miljard uur aan video zou willen bekijken, dan zou dat ongeveer 100.000 jaar duren. Dus nou, het is maar goed dat je dat niet in je eentje hoeft te doen. Er waren nog meer reacties. Lucas bijvoorbeeld, die is ook blij. Nice, kan ik mijn telefoon weer op Nederlands zetten? Ja, dat is inderdaad waar. Hè? Je kan de Google Assistant al in het Engels gebruiken op je Android-telefoon als je je hele telefoon op Engels zet. Maar goed, zometeen hoeft dat dus niet meer. Dan heb je een Nederlandstalige assistent op een Nederlandstalige telefoon. Josja reageert met woep woep. Ja, eens. Tijn Luibe zei, ik flipte toen ik het hoorde. Ja, ik ook. De spanning in de lucht hier, het was echt niet te filmen. Daarom hebben we er ook geen beelden van. En Mika van Overveld vraagt, wat verstaan jullie onder een paar maanden? 2 of 6? Ja, klopt. Zo, ben ik weer. Dit keer met een vraag van Fleur. Die wilde namelijk een wachtwoord wijzigen van de Google-account. Nou, dat is heel makkelijk. Je gaat naar mijnaccount.google.nl. En daar voer je je huidige wachtwoord in en dan je nieuwe wachtwoord. En als je dan toch bezig bent, kun je meteen je authenticatie in 2 stappen aanzetten. Dan is je account nog veiliger en is de kans nog kleiner dat er iemand anders in kan komen. Wil je nou een beetje meer hulp? Je kunt ook de video nog een keer bekijken die we hebben gemaakt op Safer Internet Day. En dan leggen we het allemaal nog een keer uit en geven nog veel meer tips over hoe je zeker niet gehackt gaat worden. Sandertje laat weten, yes, en nu hopen op goede grappen. Ja. Mels H. vraagt of het nieuws over de Google Assistent betekent dat de Google Pixel ook naar Nederland komt. Nou Mels, dat betekent het dan weer niet. Dus daar moet je nog even geduld voor hebben. Vincent de Alwetende, waarom vraagt hij het dan eigenlijk? Nou, als hij toch de Alwetende is, maar goed. Waarvoor gebruiken jullie de Google Assistent? Nou, je kan bijvoorbeeld een herinnering instellen, zodat je elke dinsdag weet dat om 12:30 een nieuwe Vragen Google op YouTube voor je klaarstaat. Maar wat. En Robin Aerts, een niet onverdienstelijke dichter trouwens, die zegt, jullie waren niet de eerste van wie ik het hoorde. Dat is waar, maar wij waren wel de eerste van wie je het officieel bevestigd kreeg. Hier ga ik Rachid dus even onderbreken. Maar dan moet ik niet naar jou kijken natuurlijk. Hij zit daar. Nog een paar maanden en dan is het zover. Nu ga ik slapen. Mocht je nog ooit ingevroren zijn, laat dan je linkeroog niet ingevroren zijn. Dan kun je al die data gewoon op naar binnen draaien. Heb je wel 1 minder oog? Kom je aan, heb je zo'n verfrommeld 100.000 jaar oud oog. Ja. Dat was hem weer voor vandaag. Heb jij nog een vraag aan Google? Zet hem dan hier beneden in de reacties. En vond je het een leuke video? Even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Ja, ik heb geen stem meer, dus het is goed zo. Doei. Klaar. Tot volgende week. Tjus.